Ja jongens, we mogen weer een nieuwe video. Tof dat je er bent. In deze video ga ik het hebben over mijn vlog setup. Hoe gebruik ik mijn camera? Hoe rig ik mijn camera voor het vloggen? Ik vind het zelf altijd heel tof om te zien hoe mensen te werk gaan, hoe hun setup eruit ziet en waarom ze dat doen. Dus in deze video ga ik laten zien wat ik gebruik, hoe ik hem rig en waarom. Begint even bij de basis. Jawel, de basis is heel erg belangrijk. Dat is deze. Ik zal even laten zien. Dit is echt super vet. Dit is de Z-shape head, zoals we het noemen, van Bresser. Waarom dit? Nou, dit is de basis. Dit is de fundering van mijn setup. Ik vind het heel belangrijk om de camera gewoon op een goede plaat te hebben, zodat je hem altijd kunt neerzetten. Nou, deze heb ik voor meerdere rigs gebruikt. Zelfs als je camera volledig gerigd is en je gebruikt dan deze plaat eronder, zet hem neer en hij gaat geen kant op. Hij valt niet, hij kantelt niet, niks. Super stevig. Onderkant ook heel mooi. Heeft hij een kwart, dus een vierde en een achtste schroef. Zo, ja, kun je het zien. Dus je kan hem altijd nog op een statief plaatsen en natuurlijk wat heel belangrijk is, het is een statief op zichzelf eigenlijk, want je hebt dus de mogelijkheid om hem dus te kantelen. Je kunt hem dus ook nog eens een keer in een bepaalde vorm zetten. Kijk, en ja, dit is gewoon super vet. Nou, je kunt hem ook aandraaien op het moment dat die rig wat zwaarder is. Heb ik hier ook nog een dingetje bij geplakt, zodat ik hem altijd bij hem heb, mijn Imbus. Ja, super gaaf ding. Hier begin ik mee. En natuurlijk, welke camera gebruiken we? Nou, ik heb dus een zeer compacte body. Mijn good old Lumix G80. Deze jongen, super ding. Waarom? Nou ja, eigenlijk heel makkelijk. Het is een hele compacte camera met echt heel veel functionaliteiten. Natuurlijk het compacte, wat ik al zei. Het is een Micro Four Thirds systeem, lekker compact om mee te nemen. Het mooie is dat deze dus ook een flippy screen heeft, dus je kunt ook nog lekker omdraaien, je kunt er naar kijken. Het is voor het vloggen essentieel. Daarbij ook die stabilisatie. Dat is natuurlijk gewoon de beruchte stabilisatie van Lumix. En dat zit erin. Vijfassige beeldstabilisatie. En het is echt heel goed. Gimbal shots-achtige gimbal shots kun je ermee maken. En dat is super chill. Als je hem dus in je hand hebt en een beetje veel praten en je gaat trillen, stel. Ja, dan is het wel fijn dat je stabilisatie hebt. Dus dat is heel erg goed. Autofocus die erop zit is oké. Nogmaals, ik ben echt een manual focus shooter. Dus ja, in dat opzicht gebruik ik het niet veel. Maar voor vloggen en dergelijke is het prima om te gebruiken. Dit is daarom ook de setup die ik heb. En ook als je kijkt naar de output 4K, dan wel met een kleine crop, maar hij doet 4K. Ik schiet zelf meestal met deze camera dan Full HD, maar het is wel fijn dat af en toe even naar 4K kan. Full HD, ja, je hebt 8-bit, er zit geen vlog op. Vind ik ook helemaal niet erg, want voor vloggen vind ik dat helemaal niet nodig. Cinelight D is hartstikke gaaf, een beetje fijn tweaken en een beetje grading eroverheen. Perfect, dan is het echt leuk, dan is het echt een leuk ding. Dus dit is ja, eigenlijk de camera waarmee ik het liefst vlog, omdat hij lekker compact is. Die gooi je zo in je tas en dat is makkelijk. Gerigd met, wel voorzien van een cage dan natuurlijk. Vind ik fijn, ik ben het gewend om met cages te werken en dit zorgt er ook voor dat je gewoon, ja, je ziet het, je kunt het gewoon veel makkelijker meenemen. En hij is ook beschermd in dat opzicht, dus je kunt er meer op zetten. En dat gaan we dus nu doen, want jawel, het belangrijkste erbij natuurlijk de lens. Wat voor een lens gebruiken we erbij? Deze bad boy. De Lumix Leica, jawel, super vet ding. 8x18mm, dat is omgerekend een 1635. Ik vind dat perfect voor vloggen. Je hebt ook de kit lens, 1260, wordt dan een 24 groothoek, vind ik. Ja, eigenlijk niet ideaal om zo te doen, want je bent toch te dicht in beeld. Dus dan ga je sneller met een Gorilla Pot of zo eronder werken. Vind ik helemaal niks. Deze zorgt gewoon voor op 8, dus dat wordt dan 16 mm. Heb je hem gewoon mooi in de hand. Je ziet nog je hele arm. Je hebt geen distortion in je gezicht. Ja, dit is hem gewoon. Super mooi lensje. Manual focus ook prima te gebruiken. Het is wel focus by wire. Niet mijn voorkeur. Maar omdat deze lens gewoon zo mooi compact is en kwalitatief gewoon goed is, wilde ik echt deze hebben. En hij is wel prijzig. Dat is even het nadeel. Kijk, wat mooie dingen. Het is wel prijzig en dat is wel jammer. Ik heb hem daarom ook via Marktplaats een mooi deal kunnen regelen. Moet je wel even geduld hebben. Je moet echt zoeken naar dealtjes. Heb ik gedaan. Want ze zijn anders echt heel duur. En ik vond het te duur voor een vlog. Maar ik wilde per se die groothoek. En dat heb ik nu. En ook als je het op de camera zet, dan heb je gewoon een hele mooie setup. Hij is mooi in balans. Hij is niet te zwaar in de lens. En dat vind ik gewoon heel fijn. Dus ja, maar kijk, als je het erop zet, ja, dit is gewoon niet top zwaar, zoals je kunt zien. Het is gewoon perfect. Dus het werkt gewoon super chill. Mooie 35 mm. Op het moment dat je echt helemaal gaat inzoomen. Nog steeds mooi voor context.
En ja, op het moment dat je gaat vloggen, hoppa op 8 en je bent altijd in beeld. Ook in auto's en zo opnames, echt ideaal. Heb je net nodig, op het moment dat je met 24 werkt, is het net te krap. Dus ja, dat is eigenlijk de lens die erop zit. En ja, er zit natuurlijk een zonnekap op. Alleen in mijn situatie zul je eigenlijk zien, en dat is dan natuurlijk weer de volgende. Ik gebruik hem altijd met een ND-filter. Een variabel ND-filter, dat is natuurlijk nodig met video. Ik gebruik daar, nou ja, ik heb een ND-filter die erop past. Dat is 67 mm uit mijn hoofd. Alleen ik gebruik liever, ik ga het een beetje opruimen, dat is een beetje een bandhand voor. Even de spulletjes aan de kant. Zo, kijk, dan houdt het een beetje netjes, hè? Ja. Kijk, ik heb hier dus, het is een, ja, 67 mm van de lens zelf. Die heb ik ook variabel ND-filter, maar ik vind het fijn om te werken met een 82. Ik heb hier een 82 met een adaptering. En dat vind ik gewoon veel fijner werken. Eén heb ik het omdat ik gewoon, ja, veel meer lenzen kan voorzien van een filter. Scheelt weer, elke keer een filter kopen. Maar ik vind het fijner, want ja, kijk, we hoeven niet zo te handen met die vingers. Van, oh shit, komen mijn vingers in beeld als ik aan die ring draai. Nu is het lekker groot, valt het gewoon buiten beeld. Super chill te werken. Dus je kunt je echt focussen op je werk, op je beeld. En niet van, oh shit, draai ik dan niet dadelijk op een gegeven moment met mijn vingers in beeld. Ja, dat wil ik niet. Dus dat is eigenlijk mijn, dit is dan de camera voor zover. En ik ga hem eventjes heel snel op die Z-shape head zetten. Om ook te laten zien hoe gaaf dat is en waarom dat zo handig is. Dus we gaan hem er even opdraaien. Het is gewoon een 1/4 schroef die erop zit. En fijn is, je schroeft hem gewoon vast. Je draait hem gewoon vast. Een hele grote draaibevestigingsring zit erop. Ik doe het even zo. Ik zal hem wel even beter in beeld brengen. En het is een lang schroefdraad. Dus hij gaat lekker diep. Kijk, en dan zet je hem gewoon zo. Nou, hij zit erop. Nou, kijk, bij wijze van zet ik hem zo neer. Kijk, en anders ik mezelf wil filmen. Ja, ik kan het even niet zien. Dit beeld ziet wel. Nou, dan zet ik hem zo neer. Kan ik mezelf zien. Nou, kant wel het scherm nog eens een keer even uit zo. Nou, jongens, kijk dan. Het is gewoon toch... Plaatje zo. Kijk, dat bedoel ik. Plaatje. Gewoon echt fantastisch. Nou, dit zet ik dan graag neer. Overal on the go. Ik heb er zoveel mee gefilmd. Ook van mijn hele YouTube. Mijn hele YouTube is eigenlijk met deze camera echt gestart. Canon had ik ervoor. Was 3 keer niks. Hier begon het echt. Hier kon ik echt gewoon vrij uit. Gewoon lekker aan de slag. Dus dit is de setup voor zover. Maar ja, je ziet meteen eigenlijk, we missen nog wat. En dat is natuurlijk geluid. Jawel. Geluid hebben we... Ja, eigenlijk heb ik shotgun mic het liefst. Want het zit lekker op de camera. Maar ik heb deze. Dat is die grote jongen. Even deze aan de kant. Ik zal hem even zo neer. Dan kun je een beetje af en toe even kijken. Dat is een shotgun mic. De D30 van Cinco. Mooi ding hoor. Echt supergoed. Je ziet alleen, ik vind hem best wel groot. En soms vind ik het best wel groot. Heb veel mee gedaan. Maar jawel, ik heb nu een nieuwe. En dat is deze kleine van Cinco. En dan zou je denken, ja, je gaat eigenlijk degraderen. Ja, dat klopt wel in specs en kwaliteit, zeg maar. Maar omdat deze zo goed is voor het kleine formaat dat hij is, heb ik liever deze. Gewoon puur dat je, dan heb je al een kleine setup. Dan zeg ik, nou weet je, dan gaan we ook gewoon lekker klein en compact. Dus deze gebruik ik en het is echt heel goed, het geluid. Voor zo'n klein ding. En je kunt hem dus helemaal loshalen en je hebt gewoon zo'n ding. Die kun je gewoon zo in je broekzak stoppen en je bent klaar. Je zit gewoon in je broekzak. Je hebt hem altijd bij. Je hebt geen excuus van, ik heb geen ruimte. Nee, je kan hem er gewoon insteken. Het is gewoon zo'n gaaf ding. En ook natuurlijk weer uitgerust met een dead cat. In dit geval eerder een muis, want hij is echt klein. Kijk, en dan zet je die er zo op. En dit is eigenlijk ook de microfoon die ik dus met de review heb gebruikt. Hè? Van de S5 review samen met Sander. Hij had er eentje en ik had er eentje. Allebei met deze. Buiten op een locatie met veel wind. Echt supergoed. Helemaal door de test. Helemaal goed. Echt tof. Dus dit is dan de situatie. Dit zet ik dan eigenlijk altijd op mijn vlog. Afhankelijk van waar je bent. Als je buiten bent met wind, doe ik even de muis erop. Die zetten we dan gewoon even erop. Ik zet hem eigenlijk liever altijd een beetje hier zo. Op de hendel vind ik hem altijd echt te ver. Zo, kijk, nou, iets dichter bij de lens ook. Steekt hij ook wat minder uit boven. En dan heb ik altijd de mogelijkheid om boven gewoon lekker lomp mijn rig vast te houden. Zonder dat ik dadelijk op een gegeven moment aan de microfoon zit. Even de ingang van de microfoon zoeken. Kijk, het mooiste is dat je hem er even zo omheen wikkelt en zo. Dus altijd fijn van een rig. Kijk, moet je kijken man. Super netjes zo toch? Dat bedoel ik. Kijk, en dan hebben we hier eigenlijk de rig. En eigenlijk is dit, jongens, dit is eigenlijk de rig hoe die is. Dit is eigenlijk hoe ik hem gebruik. Een beetje zo, kijk. Hoppatee, een beetje mooi neerzetten. Kijk, en dit is dus eigenlijk hoe ik de rig gebruik. Dit is de setup die ik het liefst bij hem heb. Geen scherm erop, je kunt zien, want ja, dat maakt het alleen lomper groter. Je vraagt ook meer aandacht. Dit is al best wel een ding. Dus ik gebruik altijd kantelbaar scherm, omdat het erop zit. En het werkt gewoon prima. Omdat ik ook nog eens een keer met een groothoeklens werk, weet ik altijd met een F4, meer dan genoeg. Ja, weet ik altijd, ik ben wel scherp. Manual focus doe ik eventjes en je hebt een groothoek. Ja, het is prima te zien en ik kan gewoon zo scherp stellen, want ik gebruik gewoon de lengte van mijn arm. Het is niet verlengd, dus ik kan er makkelijk bij. En op die manier werkt deze combinatie zeer goed. Lekker compact,
omdat die dus compact is, kan ik ook langer zo filmen. Anders wordt het echt te zwaar. Dat heb je met mijn S5 situatie gezien, dat ik gewoon echt kapot ging met mijn schouder. Want je hebt ook nog tassen om en zo. Dus dit is voor mij echt een fantastische setup. En je kunt dus natuurlijk gewoon mooie b-roll ermee schieten. Want het is natuurlijk een volledig functionerende camera. Maar ook voor vlog situaties is die ideaal. Soms komt het wel eens voor dat ik dus inderdaad wel een situatie heb waar ik denk van, nou ja, ik wil hem eigenlijk wel zo gebruiken. Alleen ja, ik ga veel praten. Of ik heb misschien dat ik op een evenement ben of een review ergens van doe. Of een of andere, weet ik veel. Laten we zeggen, je bent op een of andere brand persconferentie-achtig iets. En je wilt praten over de apparatuur en de nieuwe releases die je ziet. Heb ik uit ervaring kan ik zeggen, dan is het beter dat je dus gebruik maakt van een laf microfoon. Dus dan heb ik ook nog deze bijvoorbeeld. Van Sinclair, gewoon een laf microfoon. Maakt verder niet uit welk merk. Als je maar een laf microfoon hebt. Ik heb hem ook nog met draad dus. En dat vind ik ook fijner. Want ja, als je gewoon je one man team bent, je bent jezelf. Ja, dan heb je gewoon prima met een draad. Want het draad, ja, die kun je gewoon in je jas stoppen. Je hebt er geen last van. Je hebt altijd verbinding. Je hebt geen wireless connection problemen, zeg maar. Dus het werkt gewoon. Het geluid is goed. En het is altijd iets wat je gewoon bij kan hebben. Weet je, het zit nou mooi verpakt in een doosje. Maar geloof me, als je het eruit haalt. Je haalt het ook echt uit de verpakking. Die prop je altijd gewoon ergens in je tas. Bij wijze van, gooi hem gewoon in je jaszak. On the go. Op het moment dat je denkt, hé, ik wil wat, ja, wat meer incognito praten. En echt praten over de producten die je hebt. In de handen die je bekijkt. Ja, dan is dit een hele mooie setup. Met de laf. Maar dit is de meest gebruikte setup. Dus jongens, dit is eigenlijk, jawel, dit is mijn setup. Mijn vlog setup. Mijn ideale vlog setup. On the go. Het is ook niet het duurste wat er is. Dus het zorgt ervoor dat je gewoon, ja, niet al te zuinig op hoeft te zijn. Moet ik wel zeggen dat mijn gear altijd super, zoals je ziet, gaaf eruit ziet. Op die lens staan, die is tweedehands. Maar het is gewoon echt een hele fijne setup. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie eigenlijk hebben voor setup. Of jullie tips en tricks over hebben. Of jullie nog misschien wat pointers hebben die ik heb overgeslagen. Ik heb volgens mij alles besproken. Natuurlijk is het belangrijk ook batterijduur. Nou, dat doet die camera goed. Dus daar moet je altijd op letten bij een camera. Ja, verder eigenlijk. Dit was eigenlijk de setup. Ik denk dat ik er niet veel meer over kan vertellen. Ja, jongens, dat was het man. Dus mijn vlog Rick setup. Ik hoop dat je het leuk vond. En jongens, laat even weten van je wat jij doet. Als je nog tips en tricks hebt, altijd leuk om te weten. Abonneer even op mijn kanaal, niet vergeten. En zoals altijd, tot de volgende keer. Nou, ik kan eigenlijk gelijk hier beginnen. Ja, ik zet hem zo neer. Hoppatee. Zet deze zo aan. Zullen we gelijk even een testje doen? Even een testdraai. Ja, er zit geen memory card in. Ook belangrijk. Oh, baby, please don't work out on me again. Oh, you feel that too. The inner vibes, our kids are loved, and our hearts go out.